toen ik jouw verhaal voor de eerste keer hoorde, moest ik denken aan dat ik misschien 3 maanden geleden of zo bij mijn oma was. En zij was haar kast aan het opruimen. En toen zei ze van, oh, ik heb heel veel kleding die ik niet meer wil. Misschien is dat iets voor Lena. En toen gingen we door haar spullen heen. Ook veel oude spullen natuurlijk. En toen kwam dus de jurk tevoorschijn die mijn oma droeg op de bruiloft van mijn ouders. En dan vond ik, die vond ik, ik denk niet dat ik hem ooit zal dragen, want het is niet mijn jurk. Maar ik vond het zo mooi om die te hebben, dat ik die wel een heel mooi plekje in mijn kast heb gekregen.